Oké, Swanslaan, hij heeft goed een video. We zijn hier bij een nieuwe vijver in Nederland. Nederland is weer een mooie vijver. Rijker, een directoren dit keer. Kom ik even bij. Mag de camera wel goed draaien dan. Nou ja, we hebben net al eerste aanmeet gehad. Het gaat hier ook prima. Het is een heel mooi vijvertje. En, dus kooivijver in Dirkshoorn. Nee, kooicentrum ook in Dirkshoorn. Dus gewoon steur, kapper. Ja. En twee verwelle vijvertjes. Ja. Dus nou ja, wij gaan een hele mooie dag tegemoet. En we zien jullie wel lekker bij vis. Nou Dylan heeft als eerst vis. Heerlijk, licht hengeltje. Steurtje. Niet de hele grote volgens mij. Nou, het trekt wel lekker. Hij trekt echt. Hiervoor heb ik dus dit lichte engeltje meegenomen. Dan komt hij voor het eerst op de camera als het is. Nee, nog niet. Jawel. Nou, het is een prachtig stuurtje. Hij gaat wel richting het 80 centimeter. Hij is zeker nog niet uitgedrild. Top. Ik dril hem even uit en dan komen we weer terug. Mooi visje. Eerste visje van de dag. Een haaltje. Aparte bek. Waarom houdt van deze vissen? Ik heb niet gemeten, ik denk dat die 180 centimeter zou zijn. Ja, dat is een mooie. Ga een foto schieten en dan mag je lekker terug. Kijken, ik denk dat 82. Oh. Mooi hè? Mooi is dat wel gedacht. Mooi visie, 82. Hoppakee. Hij doet wel nog wild. Waarom komen? Wacht tot ik haar krachtige draaislagen geef. Ja, goed genoeg. Nou, het is een wilde bras, maar dan mag je lekker gaan zwemmen. 86 centimeter. Op de garaal. Waarschijnlijk had ik die net ook aan de lijn. Kom maar. Kijk, daar gaat hij. Oei. Top, eerst visie. Op naar meer. Ik ben ook eventjes weg hoor. Vang meneer de spiegel. Oké, nou. Eindelijk even. Hij gaat niet zo lang doen met vechten. Nee, dit is mooi. Ik dan maar boven. Ja. Ja, heb eens. Perfect. Top, we gaan even naar onze hardmat. Zo, beste jongens. Ja, die vorige was groter. Ja, die was, die was 86. Deze is denk ik 70. 70. Oh, dit is wel hele mooie jongens. Kun je haken een beetje wakker kijken, hè? Ja, oh ja, wel. Dan mogen jullie alleen maar met weer aanlopen. Oké. Even kijken, ja, ik pak hem eventjes mooi bezig, jongens. Hup, pak hem even weg. Ja. Niet heel handig deel. Mooi bezig is. Ja, mooi bezig. Nou, hij wil nu wel weer vechten. Ja, nu wel. Had het net even gedaan. Foto. Kijken, jij foto? Ja, ook. Nou, tweede steur voor jou. Ja, mijn tweede steur kon een spiegel, die stond er dus niet op. Dat is een beetje jammer. Ik zal wel een foto laten zien. Mooi visie. Zo, stuur. Nice. Eindelijk weer. Oh, kleintje. Sprong wel even. Klein stuurtje. Ik doe het nog wel weer eens. We staan al een uurtje droog.
Ja, mooi visje. Lijken. Niet al te goed lijken. Lekker weer terug. Fotootjes maken en dan mag je weer lekker zwemmen. Ja, we hebben een karper. Heel mooi. Ik heb een heel licht hengeltje. Ik heb een heel licht hengeltje, dus dat is heerlijk om hier een karpertje op te hebben. Ja, hup, dubbel. Dubbel run. Oh! Ha, lachen. Ja, hè? Die dubbel run. Ook een karper is, hè? Ja, hij vecht hetzelfde als hij voor mij. Zo, die is sterk. Een stuk sterker. Kooi. Zo. Nou. Hoor je die kooi eraan? Wat heb je ineens die kooi eraan hebt? Nu ligt die bewaarzak thuis. Hoe gaan we dit doen? Shit. Nou. Dit is echt... Kijk dan. Ik vind het ook wel mooi. Hij pakte hem alsnog terwijl er ook gevecht was. Zo'n Dylan is zo rustig. Zo. Ik vond wel de hele tijd helemaal weg. Hetzelfde maakjes voor mij, denk ik. Als jij die steun er even aanhoudt, Colin. Ja, ik hou hem aan. Want hij blijft ook gewoon doorgaan. Ja, zo. Ik kan hem ook wel even zeggen. Is hij nou in zijn queue of niet? Nee. Lijkt erop dat hij in zijn queue is gegaan. Nou, ik weet het zou niet. Kunnen hoor. Zou wel want kunnen, maar. Het is vaak dat ze pakken, soms kiezen ze uit en dan sla je het ook aan. Hij zit trouwens in mijn mond. Kijk, zo, wel licht. Nee. Hij is dood. Hij is dood. Kom maar. Ja. Gewoon allebei tegelijk. Dat weet ik onthaak, hoef voor mij eerst even te staan. Oh, hij is al onthaak. Twee vissen tegelijk. Dat is wel leuk, hè? Net op tijd. Ben je net zo die karper weg? Twee tegelijk. Nou jongens, twee tegelijk in één net. Ik weet niet of het handig is, maar... Ja, gezellig. Heel gezellig. Een half kooi. Hier is dus leeg. Dat is het probleem. Is hij eruit? Ik heb hem dus ook. Ja, hij is eruit. Hij zit nu wel in het net, denk ik. Oh ja. Nou, toch wel. Even een kusje. Een half kooi van nu. Mooi stuk. Ik ga even mee. We gaan even een fotootje maken en dan gaan we lekker terug. Nou ja, 9 gestuur. En een karper van ongeveer 60 centimeter. Half mooi. En gaan we terugzetten. Ja jongens, op het moment van de waarheid. We gaan terug. Karper is weg. Karper is weg en dan komt nu de steur. Ik ga een duwtje geven en dan... Ja. Oké, ik wil wat meer. Nou. Top. Nou, ik denk dus even een biertje halen. Op een nootje. Ja, ik ben nog geen 18. En wat van zijn? Rustig. Ja, ik sta hier echt op. Hij was net bijna op het midden. Oh, ik heb ook een Colin, pak deze. Pak hem. Gewoon voor de kant leggen. Niet eruit halen, niet eruit halen. Voor de kant. Zo! Hij vangt ondertussen even twee steuren. Ja? Ja, doe maar. Oké. Kan jij misschien wat willen? Nee, komt goed. Hé, kom. Pak je andere.
Hey. Nou, Dylan gaat naar Bob mee. Ja, die andere die is los. Die heeft ook gelijk de haak meegenomen, dus dat is kut. Hopelijk is het ons gunstig gezind qua lengte. Waarschijnlijk is hij heel goed. Kijk even op kop op staart. Hij is 93. Toch weer 3 centimeter lang. Nou, kijk. Goeie foto? Ja, gelijk te filmen. Mooie visie. 93 centimeter kon zijn, maar dan moet ik zo nodig eventjes nog wat nog drinken halen. Nee, ik moest passen. Ook. Maar ik heb ook drinken. Ja, bedankt. Nou, top. Ik dacht dat er alleen maar Pirelletje en die andere vijver zaten, maar nee dus. Nee. We hebben een. Je wist het eigenlijk wel, maar. Ja, oké. Okay. Ze zaten er wel, maar ik dacht het zal alleen maar vloot waren. We hebben een verschrikkelijk gevoel. Nou ja, groot zijn. Net zo groot als ervoor, nee. Hey, Deel, waar is mijn doel trouwens? Oh ja, wel. Ik zie hem. Even kijken. Kom je wel. Ja, ik film. Oh. Nou, die kan je ook gewoon zo pakken. Dus. Dicht aan. Ja, ik ga hier open. Deze 25 is ook voor wel. Hebben we er weer eentje? Okay. Oh. Nou, kleintje, nou. Ik heb weer te vroeg gepraat. Je moet niet te vroeg praten, hè? Dat doe ik ook altijd. Heb je wel geslikt? Ja, ik kan. Zijn engel staat krom. Je heeft net weer beet. Nou, hij. Weet je wat het is? Nou, kijk eens. Ik weet niet wat het is. Nee, ik ook niet. Je ziet niet wat het is nog. Nee. Ja, het is wel een beste. Kijk maar. Ja, oh, joh, het is wel een mooie. Het is een grote. Ik denk dat het een steur is. Ja? Ja, het zou ook zomaar karper kunnen zijn. Hè? Ja? Vecht wel een beetje als een karper. Ja? Kijk. Hij is in ieder geval groot. Ja, steur denk ik. Steur. Ja, ik denk steur. Steur? Ik denk steur. Ja? Ik weet niet. Je gel hoeft het niet, maar we hebben forel gevangen op kaas. Ik zet er meteen naartoe. Ik kan hem eigenlijk net goed in het water houden. Rustig meisje. Ja. Dat is dobber. Wacht. Het was net nieuw aasenpaardje. Natuurlijk. Nou. Snel onthaken en dan. Was dat een hal? Nee. Hij zit er nog aan hoor. Ik vond het niet erg als hij al weg was gegaan. Waarvoor is dat nodig? Even lekker happen. Van Spanje. Heerlijk. Dit was de video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Abonneer eventjes, like eventjes. En geef voetje op het belletje. Als je hem toch richting beneden gaat, dan heb ik daar gelijk de link van je naar de site van de vijver waar we heen zijn geweest.
En die staat nu waarschijnlijk ook hier ergens. In het rietje. We hebben een hele leuke dag gehad. Mocht je zelf heen gaan, zou ik vissen met kaas, zalm of zuur haring. Maar goed, dat is gewoon wat je zelf wil. En als je niet heen gaat, bedankt jou heel erg voor het kijken. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Later!